dag 6 van het festival. En wij gaan zo laten zien hoe je allerhande rampspoed overleeft. Want voor het programma How to Survive worden hier in Rotterdam speciale workshops gehouden vol survival tips. Maar eerst praat ik met Claudia Saint-Luce, maakster van het ontwapenende gezinsdrama The Amazing Catfish. Een typisch Amerikaanse indie film, maar dan uit Mexico. ¿Cómo te llamas? Claudia. This is your first feature film. They tend to be very personal. Is this one personal as well? Yes. How? In a way that I know Marta 2 years before she died. Marta is? The main character. You think Marta is the main character? The two of them, Claudia and Marta. And you're called Claudia? Yes. Is that a coincidence? No. Claudia, who is very lonely, goes to hospital, meets Martha, who is dying but still alive, and then they sort of hook up. Is that your story as well? The essential of the character, yes, it was like a kind of me when I was that age. And to know some person that have a terminal sickness and that is for sure that is going to die, you begin to see the life different, and this woman see the life different. If she sleep with the dead every day, you are going to live more intensely, you are going to profit all the time that you have with the people you love, and that makes me to tell this story. Claudia, van a venir por ti? No, pero ahorita me agarro un taxi. ¿Cómo crees? Estás recién operada. Te llevamos. Súbete. Mira, esta es Mariana. Saluda, Mariana. Ella es Claudia. Hola. Y Wendy es esta, la de afuera. Oye, ¿no te quieres acostar un ratito? No, ¿cómo crees? Hola, Wendy. Wendy is the real daughter of Marta. They all are actors, but this character is so particular. So I tell to the real Wendy, please come to make this character because you are unique. She says something very profound in this film. Why are you with us? Does that make you happy? Did it make you happy? It make it happy in the way that I exist. If I exist and I now in this moment that you are putting a camera in front of me, I know that I am existing because you are watching me. But if you don't watch me, I don't have the feeling that you exist. Uh-huh. Yes, it's like the tree in the forest. If it falls down and no one hears it, well, did it fall down or doesn't it? Yes, it's like that. I don't know if that makes you happy, but that makes you be alive. Wat kan je het beste eten als je opgesloten zit in een grot? Wat doe je als je kleren kapot zijn? En hoe verdedig je jezelf tegen die verrekte mutanten? Dan volg je hier in Rotterdam de workshop How to Survive. Su sangre y su carne nos pueden ayudar a seguir vivos. No podemos matarla para comernos. Destarado. Destarado ni hostias. Tú misma no paras de dar por culo con ello. O comemos o nos morimos. Om te overleven moet je niet alleen vandaag vlees hebben, moet je ook morgen vlees hebben en over de week vlees hebben. En worst is daar de ideale manier voor. Worst is een manier om vlees te bewaren. Dus niet gelijk op het vuur gooien, zeg jij, maar maak er worst van? Ja, dus bewaar de darmpjes, bewaar het maagje, bewaar de blaas, want daar kan je allemaal worst in stoppen. En bewaar de achterbuiten, want daar kan je hammen van maken. Welke dieren kunnen we allemaal gebruiken als we in een ramp beland zijn? Nou, ik maak worst van alles wat loopt, zwemt en vliegt. Maar vissen en vogels die hebben eigenlijk te kleine darmpjes om nog wat in te stoppen. Of je moet je injectiespuit bij je hebben. Dus ik zou zeggen, neem wat grote dier. En een zombie? Een zombie? Nee, joh, dat is vlees van goed bestorven is. Daar moet je steeds van snijden en die gewoon grillen gelijk. Dat is hartstikke lekker. Aha.
Als je een gat hebt in een trui, dan kun je dat op de ouderwetse methode mazen of stoppen. Dat is heel prachtig, maar ook heel bewerkelijk en tijdrovend. En dit is een hele snelle methode, makkelijk. Iedereen kan het. Het is op basis van vilt. Het is heel mooi, de vezel van wol heeft schubben. En door beweging gaan die schubben openstaan en die haken in elkaar. Daarmee kun je als het ware je gat vullen alsof het een soort klei is. Maar wat als de hoofdpersoon door de wildernis struint? Wat zijn dan de alternatieven voor vilt? Nou, je zou het heel goed kunnen vermengen met mos. En dan nog uiteraard een middel om het gat te dichten? En dan nog die naald, ja, dat is wat ingewikkelder. Dus daar moet hij dan iets op bedenken. Een bot van een overblijfsel. Ja, van een en dan dier. Een heel fijn botje. En dan daar een beetje inkepertjes in maken. En dan kan hij die wol er vliegensvlug in prikken. Je moet denken, hoe moet ik, waar moet ik staan, wil ik de beste plekje voor mij, dan ik kan mijzelf zeg maar, beschermen. Als je komt tegen een probleem op school, of je moet denken, niet huilen, niet zwak, maar blijven staan en gebruik je hersens. Als er iets uit de lucht komt om jou aan te vallen, heb je daar nog een tip voor? Wat is de beste verdediging? Gewoon lucht. Ja. Kijk, de beste tactiek is gewoon rennen. Morgen dompelen wij ons onder in de Waalse film Messet Lieu. Met 323 minuten, dus ruim 5 uur de langste film van het festival. En praat ik met de jonge Amerikaan Jeremy Saulnier, maker van de intelligente wraakfilm Blue Ruin.